Ja. Hey, we gaan door met een quizje. Volgens mij, hè? We zijn Oh rond. ja. Nee, ik moet nog een drie. Ha! Ik heb al zoveel lopen Oh praten, maar ja. ik heb nog mijn nummer drie. Nee, hetzelfde verhaal als jullie eigenlijk. Ik heb ook ontzettend zitten twijfelen. En wat ik zeg, omdat er voor mij meerdere zijn die in de top kunnen, die het dan net niet redden. En uiteindelijk heb ik gekozen voor eentje waarvan je dan weer op het snijvlak komt van wat is de beste film, wat is je favoriete film. Nou, dit is niet de beste film, maar wel een van mijn favorieten. En daar hebben we net een nummer van gehoord. En dat is Romeo en Juliet. Die heb ik een stuk of 5 of 6 keer gezien. Ik heb hem ook in mijn DVD-kast staan. Ik vond het toen al het mooiste. Ja, het liefdesverhaal is het natuurlijk eigenlijk, hè, Romeo en Juliet. Met die En dame uit Homeland, toch of niet? ja, Claire Danes Ja, als precies. 17-jarige, geloof ik, Ja, destijds. nice. Ja. Ja. Dus nee, klassiek liefdesverhaal. En daar heeft Baz Luhrmann, wat hij ermee heeft gedaan, vond ik super gaaf. Gewoon met die snelle montages en felle kleuren. Dus Ja. visueel heel cool neergezet. En daarnaast ervoor gekozen om de oude taal te houden. Waardoor je echt de feeling met Shakespeare wel blijft houden. Maar tegelijkertijd te verplaatsen naar, ja, nou ja, het is eigenlijk geen eens moderne tijd. Het is een tijdsvlak op zichzelf. Waarin de zwaarden zijn vervangen door pistolen en dat soort dingen. Dus het wordt eigenlijk een moderne versie van Romeo en Juliet, maar de andere kant toch weer niet. En gecombineerd met de, ja, bombastische visuele geweld, zeg maar, vond ik hem echt erg sterk. Een goede introductie voor de jeugd op Romeo en Juliet. En dat is natuurlijk ook wanneer ik hem voor het eerst heb gezien. Ik heb hem volgens mij op de middelbare school, toen ik 15, 16 was, met Waarom dat is culturele grappig lessen volgens mij gezien. inderdaad, ja. Ja, dus daar kregen we hem te zien. Nee, ik deed toen zelf theater ook. Dus vanaf dat moment wilde ik ook per se een keer Shakespeare doen. Niet wetende, toen ik later Shakespeare las, dat het toch best wel pittig is. En niet zoals in deze film. Dus, maar in ieder geval, mijn interesse in Shakespeare was gewekt. Dus dat heeft deze film toch gedaan op jonge leeftijd. Man, En Shakespeare, hè? ja. Pepe is een elitaire lul geworden, joh. Van Costa naar Shakespeare. Ja, Van precies, dat Costa zit naar voor onze. Shakespeare. Ik ben van alle markten thuis, Sven. Van alle markten thuis. Ga ik We zo hebben even compenseren met een of andere rukfilm te ja, we hebben nomineren. twee snaps nu, lekker dit. Ja. Nee, maar dus dat, Maar, hij moest voor mij in de top drie uiteindelijk. Want, ja. hoe oud was DiCaprio in die film, joh, überhaupt? Het is een film uit 96. Dus en Leonardo DiCaprio is van 74, dus die was toen 22. 22. Ja. Titanic was daarvoor dus nog, toch? Ja. Nee, daarna volgens En mij. daarna. Volgens mij was Titanic 97. Jezus. Maar dat kan wel kloppen, ja. Ja. Dus nee, hij was toen wel al upcoming, want hij had al een Ja. paar goede films gehad. Maar Titanic was natuurlijk het moment dat hij echt aan de top kwam. Dus nee, maar dat is mijn nummer drie, inderdaad, Leonardo en een jonge Claire Danes. Toen ik voor het eerst Claire Homeland Danes. Wauw. Wauw. zag, toen dacht ik, ik ken die vrouw ergens Ja, van. maar je Er herkent er zit eerst er nog helemaal meer niet. in, maar ja, daar is Ja, ze precies. 17 of zo, weet je wel. Ja, even kijken. Ja. Ja, maar ze is ook zo Claire goed dat Danes. je. Ze heeft. Ze ziet er wel qua uiterlijk hetzelfde uit, maar Iedereen, kun je de een mimiek plaatje van erin haar gooien, gezicht. Bas? Ja. En hoe Wauw, ze eruit ziet inderdaad, in de zeg. serie? Ja, man, wow. Ja, nee, in de Ja, serie weet ik het wel, ik maar bedoel in de meer film. van de mimiek van haar gezicht in die serie. Want ze speelt natuurlijk iemand die behoorlijk bipolar en wat dan ook allemaal is. Is heel anders dan haar andere rol. Daar is ook namelijk zo Ja. knap van die vrouw. Want qua uiterlijk is ze gewoon bijna hetzelfde, alleen gewoon wat ouder. Ah, ja. Ja, Beetje verliefd ze destijds wel. was wel knapper toen. Beetje verliefd destijds. Ja, ze was wel knapper toen, vind En ik. een jonge Leo, hè? Nou, ik vind haar nog steeds zo Als je die aantrekkelijk. serie nu kijkt, zeg maar. Ja, ik vind haar echt. Dat is wel een knappe vrouw, toch? Ja, in die serie vind ik het niet omdat het komt omdat ze half Ja. verstoord. Daarom is ze goed. Ah, moet je nagaan, jemig, joh. Hij Heb je ook. toch wel wat mee? Hey, laat het even leuk houden hier, hè? Lolo. Anders moeten we dit er weer uitknippen straks van jou Ja, achteraf. precies, ja, dan Grapje. krijgen we weer gezeik allemaal.